Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het warme weer is jullie vast niet ontgaan en het blijft zo warm deze week. Nou heb ik echt een super tip om voor wat verkoeling te zorgen bij onze beste vrienden, namelijk hondenijsjes. Die gaan we maken vandaag. Laten we snel beginnen. We hebben nodig hondenvoer, plastic bekers, water, hondensnoepjes en dentasticks. Ik heb 2 honden, dus ik maak 2 ijsjes en daarvoor pak ik vast 2 plastic bekertjes. Begin met het maken van 1 ijsje. Ik pak de dentasticks erbij en die hou ik vast in het midden van de beker. Dit wordt straks het ijsstokje. Met mijn hand die ik nog vrij heb, strooi ik hondenbrokjes om de dentastiek heen en af en toe wat hondensnoepjes. Hetzelfde doe ik met het tweede hondenijsje. Als de beker gevuld is met voer en snoepjes, ziet het er zo uit. En kunnen we er water bij gieten. De ijsjes gaan voor ongeveer 4 à 5 uur in de diepvries. Als de ijsjes hard zijn geworden, mogen ze eruit. De beker kan je heel makkelijk iets inknippen en dan openscheuren. Dan zijn de hondenijsjes klaar. Laten we eens kijken wat mijn honden ervan vinden. Nou, kom maar. Zitten. Hier, pak hem hier maar. Je moet hem pakken. Poefje, kom. Kom. Kom nou. Als we hem. Poefje, kom. Kom. Poefje, kom. Zitten. Zitten. Hé, likken. Dat mag ook. Hier, pak hem maar. Wat moet ik hier? Nou, Boef heeft hem bijna op. Lekker hè, jongen. Chico, denk ik, laat hem lekker smelten. Hoef ik ook al die moeite niet te doen. Slim, jongen.